viel van mijn stok. Ik wist niet wat ik zag. Dit in Nederland. Ik was totaal onder indruk. Toen dacht ik, dit moet ik hebben. Hij kocht alles wat hij mooi vond. Hij had twee criteria's. Dat heb ik gemerkt aan al die auto's. Heel vaak origineel Nederlandse auto's met het origineel Nederlandse kenteken. En schuifdaken. Origineel Nederlands kenteken. Schuifdak. 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 Er waren wel wat mensen wisten van het bestaan, maar je moet je voorstellen, meneer Palmer was onder bewind gesteld dat hij gezondheidsproblemen had. En de laatste 20, 25 jaar liet hij niemand toe. Dus de laatste auto die hij kocht, werd bij de poort afgeleverd. Ik zei, meneer, hier heb je geld, wegwezen, je mag niet binnenkomen. Het is een 365 Queen Mary, 2 plus 2 heet zo'n ding, die heeft hij in 78 gekocht. Die was 7 jaar oud. Heeft hij voor betaald? 2500.